Hier zijn we live bij het MVO Nederland Nieuwjaars-event om het afval dat uit de twijfelbak komt na te scheiden. Dit is onze EcoSmart afvalcoach die dat even bijlicht. En dan wat we hier allemaal zien zijn... Latex handschoentjes. Ja. We hebben wat papiertjes. Ja, dat kan natuurlijk gewoon bij papier. Dat kan bij papier. We hebben heel veel theezakjes. Wat theezakjes munt. Mogen allemaal bij de etensresten. Juist. We hebben wat PMD. Een klein beetje papierkarton. Ja, dat is... Maar dan moet dan wel het plasticje van de verpakking af, hè? Dat gaan we doen. Hoppa, deze kan dan hierbij. Ja. En alle blikjes en ijzertjes, ja. Ook bij het PMD. De kurken van de wijnflessen, waar mogen die in? Dat vind ik een hele goede vraag. Voor mij blijft het nog steeds een twijfel. Dat is restafval. Dus dat gaat... Wat is het restafval? Wat echt restafval is? Is dat dit? Dat is dit. Met, De latex handschoentjes. Oh, dat is het echt. Dat is het echt. Ik heb hier nog een kurk. Oh, een beetje kauwgom. Dat is, kan dat bij etensrest of is dat... Ja, het is wel geen... Ja, ik zou dat niet bij etensrest. Oké. Dan, wat komen we nog meer tegen? De papieren roerstaafjes. Ja, maar dat is papier. Kijk, die mogen hier bij papier. Nou, dan zijn we er al een beetje. Nou, en zo zie je dus hoe we op het MVO Nieuwjaars-event echt de twijfelbak nascheiden. En hoe we daar weer van best wel veel dingen die in die bak zitten, hoe dat we daar toch weer grondstoffen van kunnen maken.